Nou, jij bewijst eigenlijk dat het kan. Met een jongere man wonen en getrouwd zijn. Ja, een heel normaal leven leiden. En heel normaal, ja. Maar ze raken er niet over uitgesproken. Dat merk je natuurlijk wel. Ja, in het begin, ja, onze vrienden en familie die keken daar niet raar van op, van dat leeftijdsverschil. Want zij schelen 11,5 jaar, dus dat is best veel. Maar ik vind dat niet eens zoveel. Ja, voor jou doen is het al heel... Is niks, ja. Nee, maar de media ging daar wel heel raar mee om. Dat vond ik wel storend. Dus in het begin was het heel veel van, daar komt Tanja met haar toyboy. Wat wij hadden werd totaal niet serieus genomen. Dat werd echt afgeschilderd als iets plats of iets vluchtigs. Terwijl wij gewoon hartstikke dol op elkaar waren geworden. En samen iets aan het opbouwen waren. Dus ik ben nooit bewust op zoek gegaan van, ik moet nu echt per se een jongen. Maar ik ben hem gewoon tegengekomen en ik ben op hem gevallen. Is het nou zo dat jongere mannen echt beter zijn in bed? Ja, ik vind niet per se dat dat zo is. Nou heb ik toevallig een man die echt heel goed is in bed. Ik vind hele jonge mannen vind ik eigenlijk minder spannend in bed. Want die willen zich nog zo bewijzen. Die willen gewoon zo graag dat jij de deur uitgaat met het idee van, nou, wat ik nou toch. Alle hoeken van de kamer. En het heeft 3 uur geduurd. Dan denk ik, 3 uur? Jeez, ik wil morgen ook gewoon nog naar mijn werk kunnen. En iemand met wat meer levenservaring en die wat lekkerder in zijn vel zit en wat meer zelfvertrouwen heeft, vind ik eigenlijk seksueel spannender dan zo'n ventje eigenlijk die een marathon aan het wippen is op mij. Ja, precies. Ik heb gemerkt dat mijn ex-man eigenlijk best wel geconfronteerd werd met ouder worden. Je had daar moeite mee. Je had daar een gegeven moment moeite mee. Ik had het niet helemaal door, maar ik heb het later pas begrepen dat eigenlijk hij voelde zich ouder doordat ik er misschien meer over heb of wat dan ook. Of dat hij er meer bij stilstaat. Ben je daar niet bang voor? Nou ja, ik ben voor een heleboel dingen ook heel bang geweest. Ah, kijk, nu kan het allemaal nog. Maar ja, wat als ik straks 50 ben? Wat als ik straks 60 ben? Wat als ik straks 70 ben? Ja. En jij bent pas 60. Ja. Hoe ziet dat er dan uit? Hoe zijn we dan samen? Weet je wel? Maar ik kan niet me daardoor laten leiden door die angsten. Ik vind een leven geleid door angst is geen leven. Dus de conclusie is? Conclusie, gewoon leven, ga voor de liefde. En leef elke dag alsof het de laatste zou zijn. Ja.